D'accordo? Ja. Oké. Goedemorgen dan. Goed, vandaag gaan we een keer een lesje rond de gevoelens doen. Weet jij al een beetje wat gevoelens zijn? Kan je daar ook een antwoordje bij geven of gaan we alleen ons hoofd gebruiken? Bij onze mond kunnen we ook het woordje. Ja, zeggen. Ja, kan het. Ja. Je mama en de juf die hebben al iets aan tafel gezeten om te praten. Hè? En wij weten dat jij thuis soms in één keer dingen begint te doen waarvan de mama soms een beetje bang wordt. Ben je nog mee met mij? Dat heb ik daar al eens over gesproken. Ja. Als je zo bent en mama krijgt een beetje schrik van jou, hoe zou je dat kunnen noemen? Dan ben je boos. Ik heb hier zo'n ventje dat boos is. En kijk eens naar die zijn gezicht. Denk je dat dat een boos ventje is? Kan je je daar akkoord mee stellen? Ja, dat is boos. Of vind je dat maar een raar ventje? Hij is boos. Goed. Ik ga nog eentje tonen. Blij. Dat is voor jou blij, hè? Ben je al eens blij geweest? Heel veel. Dat is wel leuk, hè? Ben je al veel boos geweest? Vind je van jezelf? Nee. Niet zoveel boos. Ja, goed. Kan je mij een voorbeeldje geven van wanneer je eens blij was? Van wat word je blij? Speelgoed. Speelgoed. Speelgoed krijgen. Speelgoed zien. Speelgoed met spelen. Krijgen, daar word je het meest blij van. Ja? Dat is al wel fijn, hè? Nog iets van een voorbeeldje dat je kan geven over blij zijn? Nieuwe dingen krijgen. Nieuwe dingen krijgen. En wat zijn dan dingen? Dingen. Dieren. Dieren, ja. En welke speciale dieren? Of ben je eigenlijk met alle dieren content? Allemaal. Je bent met allemaal best wel tevreden. Maar als je een paardje zou krijgen, zou dat niet het leukste van allemaal zijn? Of word je van alle dieren wel blij? Van wat? Nog het blijst van mij. Ja, goed zo. Ik heb hier nog zo iets anders. Wat is dat voor iets? Bang. Oei, dat kindje is bang. Ben jij soms wel eens bang geweest? Nee. Nooit. Je bent ook van geen enkel diertje bang? Je is wel bang van een dier. Van een spin. Van een reuze spin. Een kleine spin lukt mij wel nog. Om te bekijken. Maar een reuze spin die niet zo veel. Jij bent van geen enkel diertje bang. Nee. Nee. Ook niet van bepaalde dingen dat je al eens meegemaakt hebt. Sommige kindjes zijn bang van het donker. Mijn zus is bang. Je zus is bang van het donker. Gisteren. Voor wat was het gisteren was het dag? Als je naar boven moest. Omdat ze alleen naar boven moest om te gaan slapen? Of te gaan spelen? Nee, ze gaan wassen. Om haar te gaan wassen. En ze moest dat helemaal alleen doen en het was buiten al een beetje donker. Het was nog licht. Maar het feit dat ze alleen naar boven moest gaan, vond ze heel moeilijk. Ja, oké. En jij niet? Als jouw mama zegt, ga je klaarmaken dan om gaan te slapen, dan kan jij gerust alleen naar boven. Ja, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Als je alleen thuis moet blijven,
Vind je dat een beetje om bang te zijn? Of zou je niet meer te doen? Nee. Als je zo ergens naartoe zou moeten waar je eigenlijk niet zoveel volk kent. En je moet daar alleen achter blijven. Zou je dan een beetje bang kunnen worden? Of zeg je, nee, ik ga dat proberen. Zoveel iemand? Ja. Of een groepje. Je moet ergens naartoe, bijvoorbeeld je mama en papa moeten gaan werken. Maar ze hebben geen opvang van oma of opa. Je kan ook niet thuis blijven en ze gaan je naar een opvang doen voor kinderen van jouw leeftijd. Dus dat zijn allemaal jongens en meisjes. Maar eigenlijk ken je die niet zo goed. Zou je dan een beetje bang zijn? Een beetje. Ja. Maar zou je het willen proberen? Toch wel? Dat is knap van jou, hè, dat. Heel tof. Ja? Niet dat we dat direct gaan doen, natuurlijk. Maar ik zoek gewoon maar een voorbeeldje om aan te tonen dat iedereen best wel eens bang van iets kan zijn. Maar als je dat bent, blijf je dat dan bang zijn? Ik kan daar ook aan werken. Zoals de juf, als die klein was, dan was die bang van alle soorten spinnen. Zo klein als dat spinnetje ook maar kon zijn, liep ik van weg. En nu zijn dat alleen nog zo van die dikke dieren. Zoals de grote spinnen. En een klein spinnetje. Of een licht. Zo'n boomwagen, dat durf ik allemaal wel wil doen. Dus je ziet van bang zijn, hoef je niet bang te blijven van alles, maar kan je daar ook aan werken. En dan heb ik nog een ander. En dat is? Bedroefd. Kan je een ander woordje voor bedroefd? Als je naar het prentje kijkt, zie je het een beetje dat dat veel bedroefd. Hij is verdrietig, hij heeft een beetje verdriet. Aan wat zie je dat op dat prentje, dat dat kindje verdriet heeft? Ja. Als je verdrietig bent, dan wordt er al dikwijls eens gehuild of geweend, zeggen ze ook soms. Hè. Dat zijn twee woorden die gebruikt zijn. Ben jij soms al eens droog? Niet zoveel. Niet zoveel. Maar het is wel al eens gebeurd dat je geweend hebt? Ja, inderdaad. Kan jij een voorbeeldje geven voor wanneer je kan voor iets wenen? Of kan je niet van bij jou dan een keer gebeurd? Als je zusje in het slagen had. En was je dan een beetje verdrietig, omdat je dan eigenlijk ook wat boos was? Of was je dan verdrietig, omdat het pijn deed? Dat denk ik. Ja, omdat je zo boos was, wist je eigenlijk niet goed hoe je dat moest gaan oplossen van die zus die je sloeg. En dan ben je ook een beetje beginnen huilen. Wanneer huilen de mensen wat, weet je wat? Nee. Als je verdrietig bent, zou je dat dan bij het prentje blij kunnen leggen? Hoeft dat samen, blij zijn en verdrietig zijn? Nee, nee. Dus als de mensen verdrietig zijn, dan is er eigenlijk iets heel ergs gebeurd. Waardoor dat ze binnenin zich niet zo fijn voelen en verdriet hebben, zeggen de mensen. Bijvoorbeeld... Wanneer gebeurt dat? Bij de kindjes is dat soms als er een diertje sterft. Oh ja. He? Iemand die iets dat jij goed verzorgd hebt, waar je heel veel zorg voor hebt gedragen, dat wordt ziek. En de dokter kan dan niet meer helpen, redden. En het ding dat je het al eens gehoord hebt met mijn konijntje. Ja. Met je konijntje en het sterft. En dan ga je, wat ga je dan mee doen? Dan ga je het vragen. Maar eigenlijk denk ik dat je je dan wel best een beetje verdrietig of droevig voelt. Ja? Je bent je vriendje kwijt. Voel je je dan verdrietig? Ja? En de mensen die hebben dat ook
als ze iemand van hun familie verliezen of een vriend die ze heel goed kennen en die wordt ziek en die kan ook niet meer genezen worden door de dokter en die sterft, dan wordt die vriend begraven of die vriendin of dat familielid en dan hebben mensen ook heel veel verdriet. Heb je zo al eens iemand dat je eigenlijk heel fijn vond moeten begraven? Nee, nog geen enkel vriendje of een oma of een opa die gestorven is waar je heel veel aan had? Of een tante of een onkel? Dan heb je al veel geluk gehad. Hè? Als jouw mama nu eens ziek wordt, zou jij dan verdriet hebben? Ja. Ja, zie je? Dus je weet goed wanneer dat je het zou hebben. Maar tot nu toe heb je er een beetje gespaard van gebleven. Zijn er al paardjes die gestorven zijn? Hè? Twee paardjes. En? Dat is te oud. En sterven die dan van zichzelf of moet dan de dierenarts komen? De dierenarts. Oké, nog. En vind je dat leuk? Ja, een oog. Een slecht oog. En de dierenarts komt dan een spuitje geven? Ja. En dan gaan ze zachtjes in praten.